Bij het Esso tankstation aan de Noorderbrug in Maastricht zaten de medewerkers de afgelopen dagen op een houtje te bijten. De benzinepompen bleven buiten werking, omdat de Limburgse autobezitters massaal in België gingen tanken. Tot wanhoop van pomphouder Levels. Gistermiddag 2 uur begonnen, heb ik gezeten tot 7:30. Echt gewoon gezeten, niks te doen. Gewoon kijken of een auto komt. En dan komt er eentje en dan denk je van, er komt weer wat binnen. Ja, 10 gulden. Nou, daar kunnen we echt niet van bestaan. Bij Q8 aan de Grient in Maastricht stond vrijdagmiddag al de literprijs van 1,99 op het bord. Eigenaar J. Bastings had het zaterdag al meteen een stuk drukker. Als ik gewoon stel dat ik vanmorgen om 10 uur de omzet al gehaald heb van de ganse zaterdag, is het heel goed merkbaar. En het blijft druk dus. Nu zijn we dus eigenlijk pas gehoord wat er langs de deurs voorbij gegaan is de afgelopen weken. Kun je ervoor zeggen, wat is de omzetdaling geweest sinds de landelijke prijsvolging in juli van de benzineprijzen? Een gemiddelde omzetdaling ligt tussen de 30 en 34, maar er zijn pompouwers bij die zijn 50% op achteruit gegaan. En het wordt dus niet langer acceptabel, dus dat ging gewoon neer. Dat wordt een grote probleem uiteraard, wat anders hebben we moeten doen. Hoe lang blijft dat prijs nu op 1,99? Onze manager heeft gezegd, het blijft voorlopig zo. Ze zijn niet van plan op een gegeven moment om de prijzen te verhogen. Bij ons maatschappij wordt het van maand tot maand bekeken. Het is geen actie van een paar weken, van een paar dagen. Van maand tot maand. En Esther gaat moeten. Dus de komende maanden blijft er op 1,99? Nou, luister, 1,99. Daar kunnen dus nog wijzigingen inkomen van verhogingen. En dat zijn dus landelijke verhogingen. Dat moet voor een met gewoon. Maar die moeten dus niet de spuigaten doen lopen. Want anders dan krijg je weer een actie erop.